Beginnen met de jacht op de ganzen. Moeten ze wel of niet worden afgemaakt? En dan gaat het over 12.000 wilde ganzen waar de provincie Noord-Holland vanaf wil. Een ganzenmoordpartij noemt faunabeheer het. De rechter bepaalde vanmorgen dat het ruimen van de ganzen voorlopig althans van de baan is. Te laat voor 500 ganzen op Texel. Die werden vannacht al gevangen en vergast. Want voor de eilanders is het duidelijk, die ganzen die vormen een ware plaag. Wat heb je gedaan? Gans weggejaagd. Gelukt? Ik probeer toch. Ja, het zat er dan. De meeste waren weg, die hoorden me al aankomen, denk ik. Maar ja, dit doe ik dan meerdere keren per dag. Even een rondje. Op Texel gaat het goed met de ganzen. Te goed. Een paar jaar geleden waren er maar een handvol. Nu zijn er naar schatting 6000. En het worden er nog meer, want het is broedseizoen. De ganzen verstoppen zich in natuurgebieden. Maar als ze honger hebben, waggelen ze naar de boer. Wij zitten met ons bedrijf hier. Het natuurgebied zit hiernaast. De pal tegenaan. Nou, je ziet de ganzen al zitten natuurlijk. En ja, die komen de hele dag door bij ons eten. En ze gaan weer terug om te zwemmen. Bij de overgang, zeg maar, bij de heining, kun je gewoon helemaal van die poortjes zien waar ze gewoon doorheen lopen. Ik zeg wel, dat is de deur van het restaurant. Ik bedoel, ze komen gewoon door de geul komen ze aanlopen. Ze lopen dat helemaal kaal. Alleen ja, ze gaan weg zonder te betalen. Maar kijk, hier heb je zeg maar dat kalere stuk en daarachter wat meer vegetatie, riet. Nou, daar broeden die grauwe ganzen dan in. Ik was even kijken of we een paar zien. Ze broeden daar dus en daar is ook wel eten op die kale stukjes. Maar uiteindelijk zullen toch veel families dan af en toe hier naar het weiland gaan. En je ziet daar dus ook een groepje lopen. En die zijn hier dus bij deze boer te gast om hier van dit lekkere malse gras te eten. De gans. Begin vorige eeuw was hij bijna uitgestorven. Maar dan helpt de mensen mijn handje. Boeren bemesten het hele jaar door het land, waardoor er steeds meer vers gras voorhanden is. En dan besluit Nederland ook nog eens de gans uit het buitenland te halen en hier opnieuw uit te zetten. Is het nou achteraf verstandig geweest om ganzen te herintroduceren? Ja, dat kun je zeggen van niet. Maar we zien aan een andere soorten die vanzelf gewoon hier komen, dat het waarschijnlijk niet zoveel uitmaakt. Als de omstandigheden gunstig zijn, dan duurt het misschien 10 of 20 jaar langer, maar die ganzen komen wel. We creëren hier een ideale ganzenwereld. Nederland ganzenland. En ze komen hier niet alleen in de winter. Nee, deze grauwe ganzen bijvoorbeeld blijven het hele jaar. Tot ongenoegen van de boer en de koeien. Nou, kijk, dit zijn de plekken waar het om gaat. Ik bedoel, ze hebben het plat gelopen. En de stront laan ze achter. Ik bedoel, overal hier op een paar vierkante meter kun je al zien hoeveel stront er ligt. Ja, en dat is gewoon de grootste ergernis. Die stront, daar groeit het gras niet meer van. Dat is zo zuur. En die koeien willen het ook niet. Ze kunnen dat niet meer maaien. En ja, goed. Dus je hebt er niks meer aan. Het wil niet meer groeien. Stront laat ze achter. Niet meer smakelijk voor de beesten. Een gans eet 1 tot 3 kilo gras per dag. Dat betekent voor Texel dus zo'n 12.000 kilo gras. En daarna schijten ze de hele boel onder. Een ware plaag. 8 ganzen eten evenveel als een koe. Dus kunt u wel begrijpen, als het een paar honderd van die beesten te zitten, dan hou ik weinig over voor mijn koeien. En dus is er een rigoureuze oplossing bedacht voor het ganzenprobleem. Vangen en vergassen. Van de 6000 ganzen op Texel zouden er maar 200 broedparen over mogen blijven. Vergassen dus. Omdat het in verhouding, en dat moet ik echt benadrukken, nog het meest vriendelijk is. Nou ja, binnen de methodes van ze vermoorden of ze afmaken is het misschien wel de beste methode. Maar allerlei redenaties die we de laatste tijd hebben moeten horen dat het zo diervriendelijk is, dat is natuurlijk wel onzin. De beesten worden samengedreven, enorme stress sterven uiteindelijk door verstikking. En op die manier zijn dus vannacht al zo'n 500 ganzen door toedoen van CO2 gestikt. Bijna een tiende van de populatie. En dat terwijl de rechter vandaag het doden van ganzen voorlopig verboden heeft. Op vogeleiland Texel zijn de meningen verdeeld. Vreselijk, want het zijn dieren die je moet beschermen. Ze mogen er best een stuk of wat opruimen, want
Nou, ze vreten een hele berg op. Als je helemaal het land opkomt, dan nou, het is binnen kort mogelijke tijd is het kaal. Doodmaken is heel rigoureus, maar... Ik vind dat ze dat niet moeten doen. Waarom niet? Omdat ik dat ze eigenlijk wel zielig vind voor de ganzen. En dan is het nog de vraag of het ganzenprobleem daarmee opgelost is. Ik weet niet of het helpt, dat moet ik afwachten. Ik heb daar geen ervaring mee en iets wat je niet weet moet je niet gaan beweren. Als je dat eenmalig doet, zoals nu, heeft het sowieso geen zin. Die ganzen zijn langlevende dieren. Ze zijn in staat tot hoge reproductie. Dus je moet dat minstens 10 jaar achter elkaar consequent doen, wil dat enig effect hebben. En dan wonen we hier op het Texel nog niet gescheiden van de rest van de wereld. Dus zodra er hier ruimte komt, is het zeer waarschijnlijk dat uit de rest van Nederland, want daar leven ook nog minstens 100.000 overzomerende ganzen, dat die dan naar Texel komen. Dus daar schiet je waarschijnlijk heel weinig mee op. Vergas of niet, de ganzen blijven komen. En nu ook de rechter zich uitgesproken heeft tegen het doden van de ganzen, lijkt de oplossing voor de boeren ver te zoeken. Hoewel... Wij denken dan veel meer in termen van een soort beheer of een soort gedoogovereenkomst. Dat je van tevoren met elkaar afspreekt. Je gedoogt die gans hier op je land. Daar krijg je zo en zo een bedrag voor. En als doe je niet mee, oké, dan verjaag je ze zelf maar. Maar op die manier ontstaat er rond die natuurgebieden ruimte. En ik denk dat dat tot veel meer tevredenheid van iedereen zou zijn. Nee, dan ga ik een ander vak kiezen. Want ik bedoel, ik ben bezig voor mijn beesten. En ik wil er gewoon melk uithalen. En ik ga geen ganzenfokkerij beginnen. Dat is een ander vak. De ganzen in Noord-Holland lijken dus in veiligheid. Maar de provincies Friesland, Utrecht en Gelderland hebben ook plannen om tienduizenden ganzen uit de weg te ruimen. U zag een bijdrage van Sylvia Brens en Patrick Smit.